I just wanna be part of your symphony. En bijna 65, ik denk, nou, is heel mooi. Ik ga ook weer van andere dingen genieten. Doe ik hier ook, maar er komen andere mooie zaken op mijn pad. Het is elke dag heel bijzonder. Elke dag anders, zeg, binnen het onderwijs, is ik zo. Maar vooral het plezier en de ontwikkeling die ik bij kinderen zie, ja, daar geniet ik elke dag van. Ja, je gaat vandaag afscheid nemen hier. Wat is nou jouw mooiste herinnering hier op deze school? Dat zijn goede vragen en heel moeilijk te beantwoorden. De mooiste herinnering, het is constant. De stralende kinderen die je ziet, de kinderen die plezier hebben, die verwonderd zijn van wat ze zelf ontdekken. Het unieke wat ik dan weer zie in elk kind. Ja, dat vind ik het mooi. En dat zijn af en toe opmerkingen van kinderen. De laagste kinderen komen, nodig maar uit. Kom eens in de klas kijken, heb iets gemaakt. Ja, dat is super. Dat is echt super. Ik kom nog uit de periode dat je een aardrijkskundeboek had, geschiedenis en biologieboek allemaal apart. En nu hebben we altijd één thema. En dat heeft mij gebracht van hoe mooi het is dat alles in verbinding staat. En al die vakgebieden geïntegreerd komen. En dan kinderen krijgen allemaal ideeën, beginnen te prikkelen, krijgen eigen leervragen. Mogen ze zelf uitzoeken, maar dan ook nog een keer presenteren. En dat proces te mogen meemaken, ja, dat is het unieke van de Pals wat ik heb meegemaakt. Nou, er komt soms een tikje op de deur. Van meneer Peter, mogen we hier even bij jou rustig komen werken? Want bij jou is vaak rust in kantoor. Dus dat ze verstraft bij de directeur moeten komen. Of van de hoofd van de school zoals het vroeger was. Nee. Die tijd is gelukkig wel voorbij. Nu komen kinderen meer vanuit iets laten zien. En even een rustig plekje. Now your song is on repeat.